Zoals gezegd gaan we het in dit korte tweede vlog hebben over hoe jij reageert op stress. Want dat is voor ieder mens anders. Ik roep altijd, ieder mens is anders mooi. Maar ieder mens heeft ook een ander verweer op stress. Een andere reactie op stress. Een ander automatisme op stress. En daar zijn we ons 9 van de 10 keer helemaal niet zo van bewust. Want in eerste instantie sprak ik al in het eerste vlog over dat je hartslag omhoog kan gaan. Dat je ademhaling kort wordt, dat je bijna gaat hyperventileren, dat je gaat zweten, dat je gedachtenstroom versnelt, dat je sneller reageert en dat het al die stofjes in onze hersenen die de stress niet minder maken, het hele patroon aanzetten, die maken dat we in de stand staan alsof we aangevallen worden. En als we aangevallen worden, vanuit de natuur is dat natuurlijk belangrijk, dat we ons kunnen verweren. Als er werkelijk wat ergs gebeurt, is het belangrijk dat we weerstand geven. Alleen die actie van weerstand, die gaat zo vaak automatisch. En ik zal een aantal reacties noemen. En als we die reacties bij onszelf merken of bij de mensen om ons heen, dan weten we eigenlijk dat daarvoor een moment van stress is geweest. Dus alleen al door de reactie weet je, hey, iemand is in de stress geweest. Dat helpt ons, dat helpt die ander om stil te kunnen staan en een pauzemoment te nemen. Wat gebeurt hier nu? En wat zijn dan zo mogelijke reacties op stress? Sommige mensen worden vrij snel bozig. Worden heftig, pittig. En die, dat kun je echt als aanval zien. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die zich terugtrekken. Achteruit, in de ruststand. En die niet gezien willen worden. En dat kan ook een reactie op stress zijn. Juist je terugtrekken uit de situatie, uit de groep. Even alleen willen zijn. Een andere manier om vol in de aanval te gaan en jezelf te verdedigen is allemaal argumenten noemen en gaan redeneren. Dus heel cognitief aanwezig te zijn en jezelf te verklaren en maar blijven uitleggen. Dat zie je sommige mensen wel doen. Wat tegelijkertijd een andere reactie kan zijn, is dat mensen heel emotioneel reageren. Gevoel en emotie, dat kan passend zijn in het moment, maar het kan ook een automatische reactie zijn om jezelf te beschermen. En dat het verschil tussen wat is natuurlijk, wat is een logische, natuurlijke, emotionele reactie of wat is een oud automatisme, dat is best wel ingewikkeld om te maken, om te voelen bij jezelf. En als je bekend bent met een patroon van sensitiviteit, van emotie, dan kan je daar in je weerstand in verzanden. Dan kan je hart automatisch aanstaan. En dan kan dat je reactie worden op stress. Er gebeurt iets waar je geen invloed op hebt en jij reageert vanuit stress, vanuit emotie. Want dat is je patroon geworden. En zo zijn er ook mensen die bijvoorbeeld in hun verdediging heel erg in de hulp geven, schieten. En op het moment dat dat dan niet wordt aanvaard, dan schieten ze in een gekrenkte trots. Dus dan is hun trots van kijk, ik mag helpen, die is pijn aangedaan. En dan zie je een afweer, een letterlijke afweer zie ik dan voor me van ik trek me terug, maar een beetje met de neus omhoog. Dus dat is een voorbeeld, gekrenkte trots. Ja, zo zijn er heel veel manieren om te reageren op stress. En soms is de stress zo klein, zo gedetailleerd, dat je die stress zelf nauwelijks in de gaten hebt. Bijvoorbeeld op een moment dat iemand iets zegt wat jou doet herinneren aan wat je ouders vroeger zeiden. En wat jou triggert.
En soms heb je die trigger pas achteraf door. Dus daarom is het zo belangrijk om te weten hoe jouw reactie op stress is. Omdat je aan die reactie al kunt merken, hey, blijkbaar was er een stressmoment. En daardoor krijg je inzicht in jezelf. Daardoor krijg je meer zelfinzicht en kun je de stress eerder stoppen. Kun je je reactievermogen ook eerder stoppen. Dat betekent dat je meer grip krijgt op jezelf, op je gedachten, je gevoel en je gedrag, omdat je stilstaat in het moment, voelt in je lijf wat er is, wat de trigger is, wat jouw reactie is, en door stil te staan, ontwikkel je. Je zou kunnen zeggen, door stil te staan, groei je. Door stil te staan, gaan we vooruit. En in die persoonlijke ontwikkeling krijg je steeds meer ontspanning, omdat die automatismen verminderen. En in de workshop Leef Stressvrij leer je kijken naar die automatismen en leer je ze ontspannen. Door stil te staan, door naar binnen te kijken, door in jezelf waar te nemen en inzichten op te doen. En die inzichten die geven in dit geval uitzicht, omdat je mooie oefeningen meekrijgt om thuis te kunnen doen. Lekkere, relaxte oefening. Maar ook omdat je tools krijgt om toe te passen. Eigenlijk een andere manier van de wereld waarnemen. Hoe doe je dat nou, naar binnen kijken? Al die mooie dingen leren we in de workshop Leef Stressvrij op vrijdagmiddag 29 juli. Ik heb nog maar 2 plekken vrij. Dus als het bij jou past om dieper te leren ontspannen en meer invloed te krijgen op jouw ontspanning en stress los te kunnen laten, dan ben je van harte welkom in het Zelfkennislab. Ik wens jou vandaag een mooie dag toe en hoop je te ontmoeten.